Dit is het front tegen de Islamitische Staat in het Iraakse Koerdistan. Direct achter deze bunker van de Peshmerga, de Koerdische strijders, begint het kalifaat van IS. De Peshmerga zijn gemotiveerd om IS terug te dringen, vertelt de plaatselijke commandant. Maar ze hebben één probleem: wapens. Dat die wapens hard nodig zijn, wijst de praktijk van elke dag uit. Iets voorbij deze bunker ligt de Iraakse Bijbelbelt met plaatsen als Bartella en Karakosh. Die zullen snel bevrijd worden, is de verwachting. Ook de hoogste officier in het gebied, Arif Taifor, bevestigt dat de christelijke dorpen zeer binnenkort op IS zullen worden heroverd. Zijn de christelijke plaatsen eenmaal bevrijd, dan wacht de hoofdprijs. De miljoenenstad Mosul, die sinds 2014 in handen is van IS. Als het aan de Koerden ligt, wordt de aanval op die stad vandaag nog ingezet. Dat daar kiezen we samen zo'n paar keer, want die gaan naar zo'n